Hallo, ik ben Vince Dodekerke, neuroloog in het Amsterdam UMC en in deze video ga ik een specifiek onderdeel van het neurologisch onderzoek met jullie doornemen, namelijk het testen van de primitieve en pseudobulbaire reflexen. Primitieve reflexen zijn reflexen die bij een heel jong kind, bij een net geboren kind, aanwezig zijn en na een tijdje verdwijnen en soms op oudere leeftijd kunnen terugkeren als uiting van een ziekte. Pseudobulbaire reflexen zijn reflexen die kunnen ontstaan door een letsel van de tractus corticobulbaris vanaf de motoren hersenschors naar de hersenstam toe. En dus is een teken van verschillende hersenziekten die die baan kunnen aandoen. Ik wou graag beginnen met het testen van twee primitieve reflexen die ook op volwassen leeftijd weer aanwezig kunnen zijn. Er zijn nog veel meer primitieve reflexen die ik nu niet zal testen, die vooral bij neonaten getest worden. Een van de primitieve reflexen die we vaak bij volwassenen testen is de glabella-reflex. Daarbij moet bij het tikken op de glabella het oogknipperen na enkele malen uitdoven. Als het niet uitdooft, kan dit als afwijkend worden beschouwd. Hallo, ik wil een aantal testjes met u doen om te kijken naar uw reflexen die via uw hersenen automatisch worden gedaan. Hoeft u verder even niks voor te doen en ik zal vertellen wat ik ga uitvoeren. Mag u even rechtdoor kijken, kom ik met de vinger bij uw voorhoofd. Ziet u één oogknipper en daarna dooft de glabellenreflex meteen uit. Dus dat is fysiologisch voor volwassenen. De tweede primitieve reflex die we door gaan nemen is de palmaire grijpreflex. Dan kunt u uw handen eens zo voor u uithouden. Dan ziet u dat als de patiënt de handen voor zich uithoudt en ik geen opdracht geef, zij niet een grijpreflex heeft zodra ik mijn vingers in haar handpalmen houd. Dus dat is normaal. Bij jonge kinderen en dus bij bepaalde ziekten op volwassen leeftijd kan je zien dat er een grijpreflex ontstaat waarbij de handen automatisch vasthouden zonder dat daar een opdracht toe wordt gegeven. Het tweede onderdeel dat we gaan testen is het testen van de pseudobulbaire reflexen. Die ontstaan op het moment dat er letsel aan de tractus corticobulbaris ontstaat. Het kan dus bij veel verschillende ziekten het geval zijn, maar is soms een teken van ouderdom en soms is het echt pathologisch. De eerste pseudobulbaire reflex die we gaan testen is de snuitreflex. Dat kan je doen met de achterkant van je reflexhamer of met je vinger. Wat je daarbij ziet is dat als je op de bovenlip tikt, dat er een tuitbeweging ontstaat. Ik doe het nu met de reflexhamer. Je mag uw mond een beetje ontspannen open laten hangen. Ik ga met een hamer zachtjes op uw bovenlip tikken. Kijkt u maar in de verte. Daarbij zie ik bij deze bewegingen geen tuitbeweging ontstaan en dat is dus een afwezige snuitreflex wat normaal is bij een volwassene. De tweede pseudobulbaire reflex die ik ga testen is de palmomentaal reflex, waarbij bij strijken in de hand de musculus mentalis op de kin moet aanspannen. Dus je strijkt op de hand en kijkt naar de kin. Ik heb hier een stokje. Daarmee ga ik even op uw hand krassen terwijl ik naar uw gezicht kijk. U hoeft daar verder niks voor te doen behalve ontspannen te blijven zitten. Een beetje een rot gevoel. Daarmee zie ik bij twee keer krassen geen beweging van de musculus mentalis, geen aanspanning op de kin. Dat is dus normaal. De volgende pseudobulbaire reflex die we gaan testen is de corneomandibulaire reflex. Waarbij strijken over de cornea een laterodeviatie naar contralateraal van de mandibula optreedt. Bij dit testje ga ik even over uw oogwit strijken en dan kijk ik naar wat reflexen die soms in het gezicht kunnen optreden. Wat u moet doen is ook weer een beetje naar boven in de verte kijken. Dan kom ik met een watje dicht bij uw oog. Zie ik wel de gewone cornea reflex ontstaan, dus knipperen bij aanraken van de cornea, maar ik zie geen laterodeviatie van de kin. Dus dit is weer een afwezige corneomandibulaire reflex en dus normaal. De laatste reflex die we gaan testen onder deze reflexen is de masseter reflex, waarbij je bij een ontspannen kin op de onderkin slaat en kijkt of de masseter aanspant. Ook als teken van desinhibitie. Mag uw mond ontspannen open laten hangen en sla ik met een hamer zachtjes op uw kin. Kijkt u maar in de verte.
zie ik daarbij ook geen masseterreflex, dus normaal omdat hij niet aanwezig is. Hiermee komen we aan een einde en hebben we alle primitieve en pseudobulbaire reflexen getest. Maar ja, niet allemaal, want er zijn er door de geschiedenis nog een hoop meer ontdekt. Maar deze wordt het meeste gebruikt. Dank voor jullie aandacht en tot bij de volgende video.